Het winkelgebied van Gorinchem is goed voorzien. Nou ja, op V&D na, want die bestaat echt niet meer. De Heilige Gistkapel is rond 1300 gebouwd. Alleen de voorgevel en de toren zijn oud. Het bouwwerk achter de gevel dateert uit 1836. De Heilige Geestmeesters hielden hier tot in de 17e eeuw uitdelingen voor de armen. De modezaak van Zuilen heeft niet alleen de kapel, maar ook de naastliggende panden ingelijfd. De gevels zijn behouden in de oorspronkelijke staat, wat de winkel een heel bijzonder karakter geeft. In 1998 werd in Gorinchem door de Nederlandse ambassadeur in Zuid-Korea een beeld onthuld van Hendrik Hamel. Hendrik Hamel was een in Gorinchem in 1630 geboren zeevaarder die in 1653 schipbreuk leed voor de kust van Korea. De overlevenden werden gevangen genomen en later toegevoegd aan de lijfwacht van de koning van Korea. Jaren later wist Hendrik met zeven anderen naar Japan te ontsnappen. Daar publiceerde hij zijn reisverslag, dat in Europa tijdenlang de enige bron van informatie was over Korea. Hij was daardoor heel bekend in Korea en werd er zelfs geëerd. Het Hamelhuis met het Hendrik Hamel Museum staat op de plek van het geboortehuis van Hendrik. In dit deel van de Korte Dijk zitten twee rijen putjes in het straatdek. Hierin werden vroeger palen gezet om de dijk bij dreigend hoogwater met een plankenschutting te verhogen. Op de Kortendijk komen een aantal stegen uit. De letterlijke betekenis van steeg is een opstijgende straat naar de dijk. En dat is precies wat hier aan de hand is. De stegen behoorden tot de oorspronkelijke nederzetting die hier omstreeks 1100 aan de Lingemond ontstond. De kapelsteeg eindigt bij de kapelsteiger aan de Lingen. Dit was de plaats waar vroeger sjouwers schepen losten en de vracht brachten naar de pakhuizen in de stegen. Het voormalige pakhuis De Hoop heeft een middeleeuwse oorsprong en is in de 18e en 19e eeuw ingrijpend veranderd. Rond 1800 gebruikte een slagerij als slachthuis annex koe- en paardenstal. In 2009 is het geschikt gemaakt voor bewoning. Het huis Het Komt Al van God stamt uit 1563 en was bestemd voor de broers Thijs en Peter Klaas. Waarschijnlijk bouwde Peter zelf mee, want die was timmerman. 12 jaar later dreigde afbraak op last van de militaire gouverneur, maar wellicht hield het hoge schadevergoedingsbedrag van 1200 gulden alleen al voor het materiaal dat tegen. Het huis heeft een trapgevel en heel veel versieringen. De horizontale banden zijn gemaakt van natuursteen. Boven de ramen op de eerste verdieping zijn bogen gemaakt en daarin staat de naam van het huis. Boven de vensters van de tweede verdieping en de zolder zijn met beelden versierde driehoeken aangebracht. Naast deze vensters zie je verschillende ornamenten zoals zuilen en koppen. Zelfs de muurankers, ijzeren staven die de balken van de vloer met de gevel verbinden, zijn erg mooi. De gevel, die in de 19e eeuw helemaal was veranderd, werd in 1941 weer teruggebracht in de oorspronkelijke staat van 1563. Er kwamen weer kruiskozijnen in de vensters, de luiken werden teruggeplaatst en er kwam weer glas in lood.
Het badhuis en het pompgebouw uit 1926-27 zijn ontworpen in de stijl van de Amsterdamse school. De door directeur gemeentewerken G.J. Geitenbeek ontworpen nutsgebouwen zijn voorzien van een duidelijk opschrift in terracotta. Het pompgebouw was tevens kantoor van het gemeentelijk energiebedrijf. In het badhuis kon men zowel douchen als in bad. Een gratis stukje zeep werd beschikbaar gesteld als men een duurdere bad nam. In 1971 is het badhuis gesloten. Korenmolen De Hoop dateert uit 1764. Dat weten we doordat het zoontje van de molenaar in een balk kerfde. Deze molen is aan het malen gegaan de 19 juli 1764. In 1900 kwam er een gasmotor in de molen. Na de Tweede Wereldoorlog kwam de molen in handen van de gemeente. Na restauratie werd de molen in 1995 weer feestelijk in gebruik genomen. Deze vermoedelijk in 1882 verbouwde opslagplaatsen voor kruid met aarden dekking bevatte twee portalen en een magazijn voorzien van een horizontale ventilatiegang. Het kruid was bestemd voor de vestingartillerie. De Dalenpoort is de enige stadspoort die nog in Gorinchem staat. De Dalenpoort werd gebouwd tussen 1595 en 1597 en was een onderdeel van de aanleg van de omwalling die in 1609 werd afgerond. In 1770 werd de poort aanzienlijk uitgebreid. De doorgang onder de Dalenpoort heeft twee waterkeringen, twee sluisdeuren met drempel en sleuven waar balken in worden opgestapeld. De ruimte tussen de balken wordt gevuld met zand en klei, zodat een solide waterkering ontstaat. De Nieuwsteeg is in werkelijkheid helemaal niet zo nieuw. Al in 1545 wordt de steeg vermeld als Kuilensteeg en Baarssteeg. In de volksmond heette hij Azijnsteeg, omdat er een azijnfabriekje stond. Aan de Appeldijk staan langs de Lingehaven verschillende oude pakhuizen. De Gorinchemse zeeverkennis zitten in zo'n oud pakhuis uit 1611 met de naam Dit is in het Korrentschip.